Lassana Faye. Nieuwe Spartaan, maar eigenlijk was jij, was jij altijd al Spartaan. Je bent hier opgegroeid. Hè? Kan je vertellen hoe blij jij bent dat je weer het shirt mag aantrekken? Heel erg blij, ik kan het niet in woorden beschrijven. En, ik kijk uit naar het eerste duel hier op het kasteel in een Sparta shirt. Ja, want over jezelf, je bent hier in de jeugd begonnen en daarna kan je even je pad beschrijven? Ik ben in de jeugd eerst bij Sparta 20 als amateurclub. Daarna ben ik naar Sparta gegaan 3 seizoenen. PSV 4 seizoenen en toen Vitesse. En nu ben ik weer terug op het kasteel. Ja, want bij Vitesse speelde je voornamelijk bij Jong Vitesse. Was het voor jou ook, ja, heb je altijd gedroomd, misschien een groot woord, maar wel gehoopt dat Sparta misschien interesse in jou had, omdat je dan hier lekker in het eerste elftal kan gaan spelen? Op het moment dat ik naar Jong Vitesse ging. Ja, toen heb ik er wel over nagedacht en toen ging het spelen en toen dacht ik van ja, het is wel een mooie stap. Dus een jongensdroom die uitkomt. Toen ik hier met Vitesse op het kasteel kwam spelen, vond ik het al prachtig. Maar als ik nu in een Sparta shirt op het kasteel ga spelen, dat is echt een jongensdroom die uitkomt. Hoe hebben jouw vrienden en familie gereageerd? Ze hebben heel veel berichten gestuurd en ze waren erg blij. Dus ze kijken ook uit naar de wedstrijd hier volgende week tegen Twente thuis. Ben je daar gevoelig voor? Praat je daar met familie en vrienden over, hè? Voor je clubkeuze? Ja, tuurlijk. Of uiteindelijk maak ik zelf de keuze, maar ik neem graag advies van iedereen aan en dan ga ik de knoop doorhakken. Maar dit keer was het niet zo moeilijk. Ik ken Sparta goed, ik ken de trainers. Dus het was niet zo'n moeilijke keuze. Dus ik had er een goed gevoel bij. Je bent linksback, hè? En wat voor type ben jij? Ben je een oude linksbuiten die uiteindelijk steeds verder naar achter is gegaan of zat je altijd al op linksback? Ja, in de ages was ik linksbuiten, maar ik ben een moderne back, ik hou van aanvallen. Verdedigend eerst mijn man uitschakelen, dat is mijn favoriete taak. En zodra dat is gedaan, ga ik naar voren toe om kwaliteiten te laten zien. Dat is wel belangrijk, hè? Want dat vergeten sommige backs wel eens. Hè? Die zijn aanvallend heel goed, maar die laten verdedigend wel zeker vallen. Daar, ja, daar ben je dus wel van bewust. Ik ben niet als andere backs. Sorry? Ik ben niet als alle andere backs. En wat voor type kan je jezelf omschrijven dan? Wat ben je echt voor type? Dat is zo te zien zodra ik in het Sparta shirt mag spelen. Ja. Ja, Henk Vreese was natuurlijk trainer bij Vitesse, die ken je goed. Wat voor rol heeft hij gespeeld in jouw komst? In mijn komst, laten we eerst beginnen bij Vitesse zelf. Ik heb onder hem gedebuteerd. Ik heb een hele goede band met de trainer. En, ik heb me onder hem mogen bewijzen, mezelf ontwikkeld. En, hij accepteert me als de speler hoe ik ben, hoe ik ook ben als mens. Dus in de komst heeft hij zeker een grote rol gespeeld. Want het is een trainer waar ik het goed mee kan vinden. En ook Rankovic natuurlijk. Dus, hoe belangrijk is dat je vertrouwen krijgt van trainers? Hè? Want ja, het kan zijn dat je niet altijd speelt, hè? Maar hoe belangrijk is dan dat je in ieder geval weet dat een trainer wel weet wat je kan? Ik denk dat elke trainer wel weet wat je kan, maar het ligt eraan of die het wel met jou ziet zitten of niet. En tegenwoordig in deze voetbalwereld kan dat je tegenwerken of kan het meewerken. Ja, want jij kwam naar Sparta, ik kijk even op jouw Instagram-account en had je wat posts geplaatst. Ook over, ja, het voetbal is geen spelletje meer, maar meer een politiek spelletje. En dan had je had een Monopoly-spel zelfs, dat is nog nepper dan Monopoly. Je had een Vitesse-shirt opgehangen. Ja, kan je vertellen wat je daarmee bedoelde? Ja, het heeft niks met Vitesse te maken. Dit was de achterkant. Het heeft met mijn naam te maken en het rugnummer. Dat is hoe ik de voetbalwereld nu zie. Het is meer politiek dan talent. Kan je dat uitleggen? Wat heb je meegemaakt bijvoorbeeld? Waarom je dat nu denkt? Ik kan u niet in 30 seconden uitleggen wat ik in mijn voetballeven heb meegemaakt. Maar genoeg om zo'n quote neer te zetten. Ja, maar het is wel dan, je zegt het heeft niet zoveel met Vitesse te maken, maar het is natuurlijk niet toevallig dat je van Vitesse naar Sparta gaat en het dan plaatst. Daar heeft het niks mee te maken. Ik kon het ook plaatsen 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. Het is gewoon nu dat ik, na alles wat ik heb meegemaakt, dat ik het plaats. En of u daar wat probleem mee heeft of iets, dan dat is aan u. Ik heb geen probleem mee, ik wil weten wat je ermee bedoelt. Oké, dat leg ik u net uit. Het is gewoon precies de code die er staat. Oké. En als jou, bij je omschrijving staat onhandelbare straatvoetballer? Wat moet ik me daarbij bij indenken? Ja, in de jeugd bij PSV was ik niet altijd gemakkelijk in de omgang. Dus zei de trainer van, ja, je bent onhandelbaar en op een grasveld voor je straatvoetbal. Dus heb ik de 2 bij elkaar geplakt en heb ik het gebruikt als motivatie. Ja, oké. Okay, dus het is misschien ook een beetje zelfspot in die zin dat je het voor jezelf gebruikt van, ja, ik ben helemaal niet onhandelbaar, ik ben gewoon... Nou, dat je dat voor jezelf daar neerzet, dat je niet per se onhandelbaar bent, maar dat je dat voor jezelf dan neerzet om daar motivatie uit te halen. Dat is wat hun zeggen. En ik heb er gewoon dat van gemaakt. Ja, maar je bent dat dus voor jouw gevoel niet? Op het veld wel. Gaan we dat zien. Succes. Dankjewel.